Zit aangenaam, hè, deze stoeltjes. Lekker, man. Ja, ik moest zaterdag staan. Dus vandaar veel payback. Heeft het bestuur van Noordwijk heeft dat toch wel heel slim gedaan hier. Die stoelen voor zichzelf. Ze zijn allemaal gereserveerd. Ja, zit lekker. Ze krijgen nooit de kans om hier te zitten. Ik zou hier ook wel eens een wedstrijdje willen aanschouwen van Noordwijk. Dan komen we wekelijks. Ja, ja. Dus bij deze. Eigen stoelen willen wij. Nou, eigen stoelen. Nee, maar dit zit lekker. Jij was hier inderdaad zaterdag, hè? Ja, en toen was het niet zo ook lekker weer als nu. Nu schijnt de zon. Stond een wind, niet normaal. Was echt niet normaal. Ja. En dat speelde uiteindelijk een hele belangrijke rol in de wedstrijd. Oké. Okay. Dus, en Lisse ging daar het beste mee om. En die hebben denk ik ook gewoon verdiend gewonnen. Ja. Vond ik. Dat vind ik verrassend. Dat was het ook wel. Maar anderzijds, kijk, als Noordwijk in 20 minuten, van de eerste 20 minuten op 2-0 komt, heeft Lisse ook niks te vertellen. Alleen Lisse deed daarna gewoon heel slim. Weet je, het was de eerste helft ook echt overleven. Want er stond de wind, even voor de kijkers, stond die kant op. En elke bal die Erik Cummins schoot, die kwam richting de Noordgouw voor de mensen. Ja, ja. Die kwam dus ook gewoon weer net zo hard terug. Oh, ja, ja. Dus elke lange bal was levensgevaarlijk. En op een gegeven moment gingen ze het iets meer over de grond doen. Daar kwamen ze kort voor rust 2-0. En toen wist je gewoon, ja, Noordgouw gaat het echt heel lastig krijgen die tweede helft. En zo geschieden. Ja, ja. En nogmaals, ik was er dan afgelopen zaterdag niet. Je hebt een hele drukke dag uiteindelijk gehad. Gaan we het zo over hebben. We gaan het inderdaad ook zo nog wel verder over hebben. Maar ja, toen ik dus op een gegeven moment rond 3:15 keek naar wat de einduitslagen waren. Toen was ik dermate verrast. Ja. Want Quick Boys is natuurlijk de dikke winnaar dan in dat geval, ja, van het afgelopen weekend. Ja, zeker weten. DVS gelijk en Hoek verloren. Ja. En ik zei het nog na afloop, want elke keer als Noordwijk verliest, hebben ze... Ik ga het gewoon zeggen, hebben ze mazzel. Zij is er altijd nog heel goed vanaf gekomen. Ja, ze absoluut. Hebben wel mazzel. Dus, ja. En dit weekend weer. Quick Boys weer dichterbij gekomen. Ja. Ja. Nou goed, ik ben benieuwd. Ik dacht dat het gespeeld was. Quick Boys weer terug in de titelstrijd? Dat heb ik erbij gezet. Ja, ik dacht na vorige week. Ja, sorry Quick Boys, maar het is nu wel een keer klaar. Ja. Maar weer terug. Ja. Toch? Ik kreeg er een beetje kritiek op, hè? Dat onze titel altijd Quick Boys terug, Quick Boys haakt af. Wij zijn immuun voor kritiek. Nou, nee, dat zijn wij nooit. Nee, je moet er open voor. We staan er voor open, maar we halen onze schouders op. Nee, ik vind gewoon, het is goed als mensen dat mogen zeggen. Ja, ja. Alleen, ja, het is inderdaad zo spannend. En je denkt inderdaad dat... Aan Quick Boys. Ja, nou, je denkt inderdaad dat ze afhaken als ze verliezen bij ASWH. Zeker. En nu ineens kan het allemaal weer. Dat maakt het toch juist zo mooi, mensen. Dat maakt het voetbal in de Bollestreek zo prachtig. Dat is het ook. Maar daarna ben je doorgegaan naar VVSB? Naar VVSB. Maar het is een leuk verhaal dit trouwens. Ja, nou oké. Okay. Ik liep naar beneden hier de trap af om interviews op camera te doen. Hier bij Noordwijk? Ja, en ik stond te wachten op Roy Rondeltap. Ja. En ik dacht, nou, ik had toevallig dienst. Roy moet altijd eerst douchen, hè? Die ging eerst douchen. Altijd. Dat was ook bij Twente zo. Moest hij eerst douchen. Oké. Okay, nee. Dus hij wil altijd netjes voor de camera komen, denk ik. Goed verhaal. Ja, ga verder. Wil jij het vertellen, anders? Nee hoor, ga verder. Want jij was op een vrijgezellenfeest. Dat zeg ik dan wel even erbij. Dus daarom stond Ruben was in charge. Ja. En ik keek even, terwijl ik op Rolletop aan het wachten was op mijn telefoon, te melden Omroep West, onze collega's. Henk Wisman wordt trainer bij Rijnsburgse Boys. Nou, alarmbellen af. Ik dacht, wat gaan we doen, wat gaan we doen, wat gaan we doen? Heb ik uiteindelijk, er was nog niks bevestigd, dus ik dacht, nou, ik wacht even. Toen reed ik naar VVSB, stapte ik de auto uit. Even tussendoor, toen heeft hij mij een WhatsAppje gestuurd wat hij nou precies moest doen. Nou ja, ik moest even van de volgorde afstemmen. Gaan we zo doen? Man. En ik stapte de auto uit bij VVSB en toen was het bevestigd. Dus ja, toen kon ik aan de slag. Miste ik de eerste 5 minuten van VVSB. Ja. Maar wat heb ik genoten van VVSB, zeg. Nou, maar overigens vind ik dat je dat goed gedaan hebt. Dankjewel. Kijk, West die meldt het. Dankjewel. West die meldt het, maar wij hebben prima contact met Rijnsburgse Boys altijd. Die zijn altijd heel netjes in het doorgeven van transfers. Dan is het ook wel zo netjes, zo ver, om dan ook even te wachten. Jongens, we zien dat West dit gebracht heeft. Ja. Ze zullen het vast bij het rechte eind hebben. Maar kunnen jullie er al wat meer over vertellen? Even wachten, hè? Even wachten. Heb je daarna netjes gewacht en netjes gemeld. Dus daarvoor ook complimenten richting jou. Maar terug, jij was daarna naar VVSB. Mijn eerste vraag, want we hebben nu best wel wat van het weekend besproken. Maar wat was nou eigenlijk het ding? Misschien niet eens van het weekend. Het weekend startte eigenlijk al vrijdagochtend. Vrij bizar. Wat was nou het nieuws voor jou? Jij was er dan zaterdag niet. Waarvan je echt zoiets had van wow.
Ja, eigenlijk het hele gebeuren bij Rijnsburgse Boys. Hè? Ja. Je zei het al, het begon eigenlijk al op donderdagavond. Ja, donderdagavond al eigenlijk. Met Wilfried van Leeuwen, dat ik ook al dacht, wow. Ja. Die eigenlijk vrijdagochtend al snel kunnen spreken. Ook voorzitter had Hendriksen ook nog gesproken. Uiteindelijk logisch verhaal. Want ik vroeg me ook wel af, heb ik ook aan Wilfried van Leeuwen gevraagd. Jij hebt uiteindelijk op 2 december 2017 heb jij getekend bij Rijnsburgse Boys. Ja. En 2 maanden later neem je een strandtent over. Had je dit niet van tevoren allemaal kunnen bedenken? Dat zei je? Je bent nog niet seniel? Nee, dat heeft hij misschien over Stefan Koert destijds. Nee. Daar heeft hij gewoon fair antwoord op gegeven, vond ik uiteindelijk. Het is in die 2 maanden zo snel gegaan tussen het tekenen bij Rijnsburgse Boys en het tekenen voor een contract om uiteindelijk ook die strandtent over te nemen. Dat had hij die 2 december 2017 niet nog niet kunnen bevroeden. Nee. Precies. Nou, toen uiteindelijk dus die keuze gemaakt. Achteraf kan je dan stellen dat een 2-jarig contract misschien net even iets te veel is. Maar je snapt ook dat een club als Rijnsburgse Boys ook gewoon zekerheid met een trainer wil hebben. Ja. Dus uiteindelijk allemaal fair verhaal. Ik ga niet echt mee in die verhalen van Frank de Voer dit en Wesley Groenman dat. En nou gaat hij zelf weg. En, lekker stoken. Ja, ik ga daar allemaal niet echt in mee. Ik vind dat allemaal verschillende casussen zijn. En daar vind ik niet dat deze situatie daar ook mee kan worden. Zo stonden Frank de Voer, Wesley Groenman, die sprak ik toevallig zaterdag even. Ja. Die zeiden van, we hebben dat inderdaad gehoord. Nou, van Groenman weten we, die had een conflict met... Ja. Met Van Leeuwen, te voert eigenlijk trouwens ook. Ja. Maar die hadden allebei zoiets van, dat is gebeurd, ja. Dat is klaar en schouders eronder en weer door. Dus. Nou, en nou een mooi bruggetje gelijk weer naar VVSB gemaakt. Ja, VVSB, iedereen bij VVSB, ik heb echt genoten van jullie. Echt waar. Het was natuurlijk, wat ik net al zei, die weersomstandigheden, dat was echt lastig. HFC is ook heel lastig om te verslaan. 2-1 achter, toen kwam Frank de Voert erin. En toen was het een soort van, wat je wel eens in de FA Cup ziet, zeg maar. Gewoon lange ballen en we gaan keihard werken en nooit verzaken. Dat gebeurde een beetje bij VVSB. Ik denk dat ze echt een manier hebben gevonden nu om punten te pakken. Het hoeft niet mooi, als het maar als het maar inzet is en als het maar rendement heeft. Nou, dat zei Erik Meijers wel terecht. Zei, het was heel lang was het 1 helft goed vaak bij wedstrijden. En de 2e helft niet. Zeg, ja, nu hebben we gewoon 2 wedstrijden achter elkaar, ook tegen Maassluis, zei hij. Ik heb die 2e helft Die heb ik dan wel gezien, ja. We zijn nu gewoon, 2 helften zijn we gewoon goed en werken we ervoor. Zeg, dat is het verschil. Ja. En ik heb met Frank een weddenschap afgesloten, volgens mij vorige week, toch? Wel, op de app was dit. Met mij? Ja, ik dacht niet dat Frank de Voert had. Nee, wat zei ik over VVSB? Jij zei 12 punten uit de komende 4 wedstrijden. Nou, we zitten op de helft. Je zit op de helft, ja. 6 punten, dus ze komen zaterdag naar zondag naar de Treffers. Ja. Daarna Spakenburg thuis. Spakenburg, ja, makkie. Laat ze dit niet horen. Bij de blauw-witte en bij de rood-zwarte. Ik denk dat de Treffers een hele... Ja, rood-zwarte. Oh, de Treffers, sorry. Dat gaat een lastige worden. Daar zitten nog wel een paar hele goede voetballers tussen. 1-4. Spakenburg zie ik nog wel kunnen gebeuren. 3-0. Oké, 1-4 en 3-0. Zo. Je hebt volledig vertrouwen is terug, bij jou in ieder geval. Niks aan de hand, die blijven gewoon rechtstreeks in. We gaan het zien. Nee, dat is overdreven. Ook dit Die was te opportunistisch. Maar genoten dus. Ja, voldoende nieuws. Uiteindelijk natuurlijk, Wisman kwam ook dus allemaal door. Wisman was op zaterdag. Vind ik trouwens wel een hele goede keus. Want die heeft bij Toledo niet verkeerd gedaan. Je hebt gewoon echt, volgens mij, elk jaar na competitie gehaald. En dat terwijl hij elk jaar ook moest bouwen, hè? Ja, elk jaar de beste spelers weg. Mark de Kruijs weg, volgens mij dat jaar ervoor. Vincent Ammerlaan en, had hij nog een paar. Mitchell Kappenberg. Ja. Wie nog meer? Help me even op gang. Ja, ik zit ook heel even goed na te die denken. Die keeper, die naar Zwift ging. Bogdan Constantin. Juist. Ja. Dus elk jaar Stemers is hij onderweg. Ik weet niet of dat in de tijd van Wisman was. Ja, Stemers. Volgens mij wel. Ja. Ronnie Verplanken. Ja, dus hij is er echt wel een hoop kwijtgeraakt de afgelopen jaren. Dus alleen maar knap als je elk jaar weer het goed kan bouwen. Tuurlijk, de laatste weken was er wat kritiek van, is het niet tijd voor iets nieuws bij de leden? Nou ja, de tijd mag het gaan uitwijzen. Toen hadden wij ook nog eventjes met collega's, of collega van ons had gesproken met Jim Gillissen. Na Toledo tegen Xerxes, of Xerxes Toledo, om het helemaal goed te hebben. Die noemde twee namen. Twee hele interessante namen, hè? Ik vond ze ook heel interessant allebei. Jack Honsbeek en Jacques Pollock. Zeg maar. Het grappige is dat inmiddels hoor je dan een beetje via en een beetje ook de trainers tegenwoordig, daar kan je ook wel mee WhatsAppen en dergelijke. Ja. Is dat de beide heren er wel voor openstaan, horen wij. Dat hoorde ik ook, ja. Dat ze allebei er voor openstaan. Wie zit jij je geld?
Vanwege, zeg maar, zijn verleden, Jack Honsbeek. Ik ook, ja. Niks tegen Sjaak Polak, maar vanwege zijn verleden omdat, denk ik dat nou, het een 1-0 voorsprong is. Ja, omdat hij daar 4 jaar heeft als voetballer heeft En heeft het, volgens mij wordt daar nog altijd met alle egaars ontvangen. Dus ik zou dat geen rare keus vinden, nee. Maar goed, wij gaan nu op de stoel van Ed Zuidhoek zitten in dat geval. En hier lees je trouwens, komende week... Oh, ik heb geen wekker gezet dan. We hebben nog wel het een en ander spreken. Maar komende week komt er toch... Een stuk met Henk Wisman, bedoel je? Ja, ook. Ja. Toch? Ja, die komt er. Gaan we ook niet speculeren komende week? Of? Ja, we gaan een leuk stuk maken. Maar dat geven we te veel weg, joh. Mensen moeten ook een beetje verrast worden. Gaan niet speculeren. Nee, ja, dan gaan onze collega's, journalisten misschien ook met het idee... Nee, we gaan niet speculeren. Die twee namen die hebben we daar natuurlijk ook. We hebben nog primeurtjes. Die hebben we zeker, maar we vergeten Hillegom, hè? Ja. Ja, je gaat gelijk naar mij. Ja. Ik heb vorige week wat gezegd. Zei het in de... Ja. Ja, ik zei het in de... Ja, sorry. Ik zei het in de heat of the moment. Ik heb gezegd, er moet wat gebeuren. We moeten desnoods koppen rollen, toen zei ik, bijvoorbeeld... Hebben ze iets letterlijk genomen? Ja. Ja, ik heb er wel teweeg gebracht, denk ik. Nou, ik denk dat dat inmiddels daar al redelijk. Ja, het ging niet lekker bij Hillegom. Nee. Laten we het daar. Dat is een understatement. Ja. En uiteindelijk is daar de beslissing genomen donderdagavond. We gaan niet door met Stefan Teken. Klopt. Was jij verrast op dat moment? Ja en nee. Ja, in de zin van, Hillegom heeft dit in het verleden nog nooit gedaan, dat zei de voorzitter ook. Dus ik was wel benieuwd of ze dus echt zo'n beslissing durfde te nemen. Er moest echt wat gebeuren. Dus dan moeten er slachtoffers vallen, of koppen rollen, zoals ik heb gezegd. En dan is het in de voetballerij logisch, dat is eerlijk of oneerlijk, daar mag je van vinden wat je wil, dat de trainer dan de koppeljut is. En dat is nu gebeurd. Ja. En goed, nu zit Bas Naberder, die in het verleden er ook al heeft gezeten. Die ken jij ook weer heel goed. Ik moest weer de groet doen van hem. Nou, kijk eens aan. Want ik moest ook van jou de groet aan hem doen. Dus ja. Een soort, ik wou net zeggen, dat we ook bij deze ook weer groetjes terug, Bas Naber. Ja. Maar dat is nu al in ieder geval gedaan. Nee, maar bizarre week, zeker als clubwatcher. Zijn het ook wel weer, zo eerlijk moet ik wel zijn, de leukste weken. Want dan het is heel interessant. Er gebeurt echt van alles. Ja. Sowieso de afgelopen 2 weken gebeurde er onwijs veel bij Hillegom. We hebben... Dolle van Partizabroto, die natuurlijk de keeper die is gekomen, die zich solidair verklaart. Ja. Ze zitten nog volop in een degradatiestrijd, want ze hebben zondag niet weten te winnen. Dit gaat gewoon nog tot de laatste speeldag. Zijn we lekker druk in de weer met Hillegom. Overigens, bij Hillegom ook nog een leuk primeurtje. Ja, deze gunning kan je ook. Ja? Oh, dat vind ik heel aardig van je. Ja. Daan Ruigrok, die traint vanaf morgen weer mee met Hillegom. Weten die spelers nog niet? Nee, dat weet ik veel. Dat weet ik ook niet, maar dat bij deze... Daan Ruigrok gaat ook weer mee trainen. Ja, lachen man. Ik heb het met Daan Ruigrok ook nog even over zitten appen. En ik mocht het in het 1-2'tje ook vertellen van hem. Dus dat is het allemaal goed. Nee, goede zaak. Maar dat bedoel ik. Hè. Kijk, je ziet nu Bas Naber, oude bekende, keer terug. Daan Ruigrok die pakt dus weer zijn handschoenen uit het... uit het vet. Uit het vet, ja. Dus je ziet echt dat zo'n club, dat maakt meer teweeg bij sommige mensen dan wij denken. Ja. Dus alleen maar mooi om te zien. En ik hoop dat ze erin blijven. Hebben ze alleen wel zondag echt een resultaat nodig. Tegen Velsen, dat is ook niet het allermakkelijkste. Nee, het gat is 5 punten. Dus, en ze moeten gewoon een resultaat pakken. Ja, nee, maar ze hebben eventjes een keer met Daan Ruigrok ook erover gehad. Ze gaan dus nu even kijken. Hij was geen lid meer, dus ze gaan kijken hoe het... Spelend lid moet je worden. Precies, hoe dat allemaal werkt. En of Daan het ook gewoon allemaal nog allemaal aan kan. Het is sowieso, er staat nu natuurlijk een hele jonge keeper. Ja. Schijnt er op goal te staan. Dat klopt. Didant Shandy Shu. Zoiets? Jij durft geen achternamen meer te zeggen, hè? Nou, Guido Drews. Guido Drews. Guido Dreves. Durf jij, dat snap ik wel. Of Guido zal het dan ook wel zijn. Snap ik wel dat je daar niet meer over... Nee, ik kan mijn vingers niet meer. Daarom. Goed. Maar er staat een jonge keeper daarmee in de goal. En dan is het handig als je een Daan Ruigrok er sowieso bij hebt. Nee, het is gewoon heel jong nu, inderdaad. Ja. Dus hebben we nog wat dingen die we kwijt moeten? Nou, ik heb wel een heel geinig... Primeertje. Ja, strooid, hoor. Hij zit dit jaar, of deze keer zit hij in de iets lagere klasses. Oké. Okay. Maar Valk 68 heeft interesse in Sam Lemmers, bijvoorbeeld. Ja, joh. Ja. Ja, dit zijn leuke primeurtjes. Dit zijn wel geinige primeurtjes. Hoe weet jij dit? Mag je niet verklaren, hoef je niet prijs te geven. Dan vertel ik je als deze uitzending is afgelopen. Okay. Dan vertel ik het. Maar hoe is dit? Hoe?
Ja, maar dat ga ik dan straks vertellen aan je. Vertel je ook niet. Nee, nee, nee. Ze hebben daar interesse in. En op zich, ik vind het niet eens heel gek, hè. Want Valken is gebaat. Ik lees in bijna elke stuk. Ik moet toegeven dat ik er dit jaar weinig ben geweest. Ja. Maar dat ik in bijna elk stuk eigenlijk wel lees dat ze gebrek hebben aan scorend vermogen. En de keren dat ik bij Voorholten ben geweest. Hebben ze was het, het werd het leuk en interessant als Sam Lemmers erin kwam, ja. Bij wijze van spreken. Ja, ja, dus in dat geval snap ik deze aandacht voor die beste jongen wel. Ja. En dan merk je ook wel dat Allan Kampers die daar natuurlijk naartoe gaat, dat hij een beetje, denk ik, ook wel in deze regio zit te kijken. Van, ja. Wat zijn nou jongens die misschien ook hier wel passen? Alleen denk ik dat ze bij Sam Lemmers, daar heb ik dus, toen was dat, speelden ze tegen. Ja, welke wedstrijd heb ik nou gezien, joh, dat ze met 3-2 wonnen? Tegen Esto was dat. Toen zei Sam Lemmers eerlijk tegen mij, dit is mijn club. Hier blijf ik altijd, bij wijze van spreken. Nu geef je al weg wat het gesprek was. Nee, dus daarom denk ik eigenlijk dat dat niet doorgaat. Dat ze kunnen het al proberen. Wie weet heeft Allan Kampers een hartstikke goed verhaal. Ja, dat mag ik hopen voor hem dan. Ja. Toch? Ja, zo is dat. Goed. Ja, ik zit even terug. Ik was te druk om primeurtjes te verzamelen. Ik had geen vrijgezelle feest of iets. Nee, nou kan je nagaan, hè? Heb ik een vrijgezellenfeest, dus ben ik er een keer een weekendje niet. En dan heb ik toch nog twee primeurtjes. Ja, jij had alle tijd. Nou, dag. Ja. Ik was druk. Ja, ik ook. Ik was druk. Ik ja, was met ook... wat? Ik ben een vrijgezellenfeestje een keertje. Maar komend weekend ben ik er weer. Oh, nou even hele bolle stuk, even applaus. Als je hem ziet, applaudisseer even voor hem. Nou, dat leuk dat je er bent. Dat zou ik wel leuk vinden. Ja, wel leuk, wij zijn komende zaterdag een keer samen. Waarschijnlijk wel. Ja, onder voorbouw. Onder voorbouw. Onder voorbouw. Dus als je ons ziet, spreek ons aan. Je hebt de clubkleur al aangetrokken volgens mij. Ik ben even voor Rijnsburgse Boys dan zaterdag. Nee, met DVS-jas is dit, hè? Ja. Ja, Kim Velders, zolang jij geen nieuwe jas bestelt, dan... Dit is de plek waar Kim meestal zit. Ja, daarom ging ik hier zitten. Ah, ja. Zo ben ik ook wel weer. Goed, genoeg geprovoceerd. Zo is dat. Zit op 16 minuten nog wat, geloof ik. Zo is dat. Dus wij gaan... Aan de slag. Aan de slag weer. We gaan er weer een mooie week van maken. Lekker man. Cijfers waren goed van het weekend, dus bedankt voor al jullie belangstellingen naar onze website. Yes. En wij gaan door knallen deze week. Tot volgende week. Wil je nog wat zeggen tegen de mensen? Ja, tot volgende week. Oké, nou, tot volgende week dan. Ciao.